Dit is de redactie van Blauw Bloed en ook wij houden ons min of meer bezig met het Hey Bijbelproject. En dat doen wij aanstaande zaterdag met een live uitzending vanuit Dordrecht. Want zaterdag viert Dordrecht dat 400 jaar geleden daar de Dordtse synode werd gehouden. En koning Willem-Alexander gaat deze viering meemaken aanstaande zaterdag. Nou, we zijn er live bij en ik zal er zijn, maar ook Teersa van der Graaf. Teersa, er is een link hè, tussen die Dordtse synode van heel lang geleden en het Koningshuis. Klopt, ja. Er is een link met prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje. En hij was eigenlijk degene die synode heeft bedacht. Die zei, jullie moeten nu met elkaar gaan vergaderen. En dat kwam omdat er in die tijd godsdiensttwisten waren in Nederland. Dat was een heel groot conflict tussen verschillende geloven. En Maurits was eigenlijk degene die zei, los het op. En start een synode. Want het Nederland was nog een republiek, geen koninkrijk zoals nu. En er was interne strijd en zodanig dat de republiek uiteen zou vallen. Ja. Dus er was alles aangelegen om de eenheid te bewaren. Nou, dat deed toen al prins Maurits. En daarom dat Willem-Alexander ook nu nog een keer teruggaat. Want die is ook van de eenheid en koning van alle godsdiensten in het land. Dus ook van de protestanten, zo kan ik het toch wel zeggen. Precies, ja. En wat ook bijzonder is, is dat hij op 10 november ook een stukje gaat voorlezen. Precies, uit ja. De Statenbijbel. En dat is ook het belangrijkste wat op die synode is besloten. Dat er een Nederlandse bijbelvertaling moest komen. Ja. De Statenbijbel. En dat werd eigenlijk weer een standaardwerk van de Nederlandse taal. Hè? De Statenbijbel. Nou, kijken dus zaterdag naar Blauw Bloed. Live vanuit Dordrecht. De koning zien we daar. Hij zal lezen uit de Bijbel. En hij gaat ook een Bijbel inleveren. Bij een unieke tentoonstelling die opent in het Dordts Museum. Tot zaterdag.